President Chandrika Prasad Santokhi heeft in een gezamenlijke bijeenkomst vanmorgen de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal toegesproken in De Ridder in Nederland. Daarbij haalde het Surinaamse staatshoofd aan dat die actie gezien mag worden als een nieuw begin voor Suriname in de relatie met Nederland. Tijdens zijn toespraak heeft Santokhi niet alleen aangehaald wat voor belangrijke bijdrage de Surinaamse diasporagemeenschap heeft geleverd aan het Surinaams volk, maar heeft hij er ook op gewezen hoe er in de afgelopen regeerperiodes gewerkt is aan de afgrond van ons land. Voor de wederopbouw van Suriname gelooft Santokhi dat Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren. Zo haalde onze president aan dat Suriname met Nederland in de komende tijd wilt werken aan een moderne overeenkomst voor hernieuwde vriendschap en partnerschap. Hierbij denkt hij aan investeringen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van agro-industrie, infrastructuur, zoals het bouwen van wegen, bruggen en oeververdedigingswerken, en de bouw van benodigde havenfaciliteiten met het oog op de vondst van grote olievelden in het westen van het land. Ook is Santokhi de Eerste en Tweede Kamer voorgehouden dat er veel kansen in Suriname liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven, die benut kunnen worden om de economie van zowel Nederland als Suriname verder te ontwikkelen.